We zitten in een Nederlandse trein en dit is Freek Bos. Hallo. Freek is directeur bij Rover. De Nederlandse treintrambus, de belangenvereniging voor reizigers in het openbaar vervoer. Deze geel-blauwe trein is er een van de NS, de Nederlandse Spoorwegen. Een spoorbedrijf waarvan de staat 100% aandeelhouder is. Maar de NS rijdt niet alleen op de Nederlandse sporen. 20, 25 jaar geleden is er besloten om het openbaar vervoer van de Rijksoverheid naar de provincies te brengen. En op die manier een beter product te creëren. Door te zeggen van we gaan het aanbesteden met echt als doel een meer en beter openbaar vervoer te creëren. Nederland heeft dus al lang beslist om zijn openbaar vervoer te decentraliseren en te privatiseren. De NS rijdt in opdracht van het ministerie en is landelijk geregeld. Deze blauwe trein rijdt in opdracht van de provincie Gelderland, is lokaal geregeld, lokaal aanbesteed. Heeft ook een andere vervoerder, dat is Connection. En die heeft echt de opdracht om hier 4 keer per uur de hele dag door te rijden. Verschillende steden en provincies stellen eigen regels op voor openbaar vervoer. De minimumvoorwaarden, zoals de prijs voor een ticket en de frequentie. Bedrijven moeten dan hun uiterste best doen om de concessie binnen te halen. Zo krijg je een heel lappendeken aan vervoersbedrijven verspreid over het land. Ook voor trams en bussen, zoals hier in Utrecht. We hebben hier een blauwe Q-bus. Die rijdt vanuit Dordrecht, het zuidwesten van Nederland, richting Utrecht. Dan hebben we hier nog een rode Arriva-bus. Die vanuit het zuiden van Nederland richting Utrecht rijdt. En de gele tram hier, die is van Q-bus en doet het stadsvervoer. Gele trams, rode en blauwe bussen, hier en daar nog een groene van een andere maatschappij en verschillende treinbedrijven in het station. Toch zijn er geen 7 apps of kaartjes nodig om te reizen. Ik heb 1 kaartje. Het is gewoon een hele simpele plastic kaart die ik hier in mijn portemonnee heb zitten. Hiermee kan ik in heel Nederland in al het openbaar vervoer betalen. Het zit allemaal in de Google app, het zit allemaal in de Apple app. Want het is allemaal via open data beschikbaar gesteld door die OV-bedrijven. Die daarmee samen zorgen dat het voor elke reiziger toegankelijk is. Vervoer op maat met concurrentiële spelers is in Nederland na al die jaren een succesverhaal. Dat vindt toch de reiziger. Nou, wat wij zien, dat is in die afgelopen 25 jaar is het gebruik van het openbaar vervoer gegroeid. Is de kwaliteit ook gegroeid. Meer dan ooit rijden bussen en treinen op tijd. De uitval is minder dan ooit. En dat zie je ook terug in de klanttevredenheidscijfers. Die is echt zo gestegen. En zit tegenwoordig op een gemiddelde van een 7,7 op een schaal van 1 tot 10. En dat terwijl bij ons in Vlaanderen het openbaar vervoer vooral voor tandengeknars zorgt, is privatiseren de wonderoplossing. We hebben meer openbaar vervoer voor hetzelfde geld. En we hebben beter openbaar vervoer voor hetzelfde geld. Maar alles staat of valt toch wel met de regie die de overheid voert. En het totaalpakket aan beleid, het simpelweg privatiseren en het vrijlaten aan de markt, Dat levert de reiziger weinig winst op. Sterker nog, dan zul je inderdaad die excessen zien van verhoogde tarieven, verminderde aanbod. Want ja, dat is toch het verdienmodel dan van de bedrijven. Het zit er echt in dat de overheid een goed pakket en goed nadenkt over wat wil die bereiken.